Kijk, het blijft echt zo. Kijk hoe mooi. Hoe cool. Kijk, het leeft precies echt. Het is magnetisch. Waarom ben ik weer zo wit? Ja. Hey daar. Ja? Begin van elke video. Oké, mijn knie. Ja, dit is echt mijn leven. Oké, het is nu ook echt al super laat 's avonds. Het is al... Het is 9:15. Ja. Oh, gsm viel bijna. En ik heb nog zo'n dop aan de achterkant. Ik ben echt te erg. Welkom op dit kanaal, Just Jade. Vandaag ga ik iets super nice doen. Ik ga slijm van online winkels op het internet uittesten. Dit slijm komt van Banggood. Niet gesponsord trouwens. Banggood is een site waar je allemaal knutseldingen kan opkopen. Het is echt nice. En vandaag heb ik er slijm op gekocht. Dit is magnetisch slijm. Dit ga ik aan het einde van de video uittesten. De twee potjes plakken trouwens ook al aan elkaar, omdat het zo magnetisch is. Oh ja, al de linkjes naar deze slijmen die ik heb gekocht, staan trouwens ook in de beschrijving. Dus deze slijm is in een soort van laagjes verdeeld. Er is lichtblauwe en donkerblauwe slijm. En dan gaan we nu kijken naar de textuur. Kijk, het blijft echt zo. En dan op tafel... Oh, wat was dat? Het is een soort van putty slime. En er zitten glitters in. Woe! Het is heel leuk om mee te spelen, maar je kan er zo niet in poken. Dan gaat het geen lawaai maken. Dus hier is het donkerblauw en aan deze kant is het heel lichtblauw. Wauw! Ik kan er ook zo doorzien. Het lijkt een beetje op het macaronslijm. Oh ja, dit is trouwens een aflevering van hashtag Ja de Test. Ik heb ook heel veel andere Ja de Test afleveringen waarin ik speelgoed, andere soort slijm... Ja, allemaal dingen uittest en die andere video's vind je in de beschrijving. Oh, zo cute. Ik ga uitlopen. Oeh, het ziet er echt heel blinky uit. En er zit één... Ah nee, hier zitten heel veel glitters aan de onderkant. Kijk hoe mooi. Dit is ook zo wat putty slijm. Ik vind de glitters echt super mooi dat erin zitten. Het maakt een heel klein beetje een geluid. Terug in het potje. Dit slijm is doorzichtig en er zitten van die hele mooie pareltjes in. Die is echt heel mooi. Wauw. Deze textuur vind ik trouwens echt heel leuk. De volgende ziet er een beetje hetzelfde uit, maar heeft van die roze kraaltjes erin. Oh, kijk hoe grappig. Dit is een soort van winterslijm. Ja, kijk, het heeft van die sneeuwvlokjes. Het heeft echt van die mooie sneeuwblokjes erin. Ik ga nu verder gaan naar het magnetisch slijm, want ik kan echt niet wachten om dat uit te testen. Sorry als ik een beetje te snel over deze ben gegaan. Maar echt, het magnetisch slijm is volgens mij super cool. Dus hier zijn twee potjes met magnetisch slijm in. Er staat zo'n professor op de voorgrond en ik ga die samen met jullie unboxen. Dus als je het doosje open doet, zit er een heel stevige magneet in. En... Er zit ook... Dit is het slijm. Het slijm zit in een verpakking. Het voelt echt heel speciaal aan. Het is nu niet een van de mooiste kleuren, maar het is magnetisch. Oh my god! Het blijft er echt zo aan hangen. Die andere magneet is er helemaal in. Nee! 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 Oh my god! Nu ga ik de twee slijmen samenvoegen tot één slijm. Oké, dus nu is het één grote slijm. Wow. Hoe cool. Kijk, het leeft precies echt. Oh my god. Kijk. Wee wee.
Kijk hoe hoog! Kijk dan! Oh my god! Kijk, als het dan loslaat, gaat het gewoon naar beneden. Woe. Als jij deze video leuk vond, vergeet dan zeker geen like te geven. Vergeet dan zeker niet te abonneren voor meer hashtag ja de tests. En dat zou me ook super blij maken. Oh ja, al de linkjes naar deze slijmen die ik heb gekocht staan trouwens ook in de beschrijving. Elke keer als ik een video maak, dan krijg ik heel veel aanvraag naar waar heb je die slijm gekocht? Ja, wel op Banggood. En linkjes in de beschrijving. Geef zeker een likeje en dan zie ik nu. Toedeloe! Ik hoop dat jij deze video leuk vond. Druk op dit bolletje om te abonneren. Dat zou me heel blij maken. En naast het abonneerknopje staat ook een belletje. Daarop kan je klikken en zo ontvang je elke keer een melding als ik upload.